Vrouwen met een minimuminkomen helpen in hun ontwikkeling. Daarmee wilden twee Nijmeegse vrouwen 4 jaar geleden aan de slag. En daarom haalden ze het project Beb en Fatima vanuit Arnhem naar Nijmegen. Weet je, in Nijmegen bestaat het nu 4 jaar. En wat een belangrijke overweging is ook geweest van ja, naast je reguliere werk dat je ook iets meer kan betekenen. Een soort maatschappelijke betrokkenheid. Wat kun je betekenen voor anderen zonder dat je daar geld voor krijgt. Ja, dan kiezen we nu iets wat heel dicht bij onszelf ligt. Omdat we nou eenmaal coach zijn en daar heel veel plezier aan beleven. En op die manier dan andere mensen ook nog kunnen helpen. Wat hun bindt is dat ze en geen geld hebben en een vraag hebben waar ze heel graag een stap verder in willen komen. En voor ons is het belangrijk dat mensen dat helemaal zelf gaan doen. Dus wij helpen ze op weg, we lossen het niet op. Maar we helpen mensen door de vragen te stellen, door spellen waardoor mensen inzicht krijgen. Wat helpt mij om een stap verder te komen? Wat we fijn zouden vinden als nog meer vrouwen ons weten te vinden. Dus de drempel is natuurlijk wel vaak hoog voor mensen om hulp te gaan zoeken. En wat wij hopen, en dat kan ik hier ook wel benoemen, is dat mensen ons wel durven te benaderen. En ze kunnen ervan op aan. We hebben namelijk met niemand contact. Dus we hoeven naar niemand verantwoording af te leggen. En dat is belangrijk dat mensen dat weten, waardoor zij vrijer en makkelijker de drempel overgaan en op ons toe stappen. Wij zijn coaches, geen psychologen. Dat is natuurlijk wel echt anders. Dus op het moment dat wij constateren, wij kunnen hier niets in betekenen. Zodra je op het vlak komt van psychologiseren, zeg maar, dan hoort het niet meer bij ons. En dat is ook een hele belangrijke, dat mensen niet bang hoeven te zijn dat wij gaan graven en zoeken, maar vooral bezig zijn wat helpt jou in de toekomst.